tweede week mee, een maand later als gewenst en ik mijn proefveld ga polen. Eerst in de lengterichting de rug open trekken. Dan overdwars de streep op afstand. Hier de derde en oudrejaars klonen. Twee rijen voor pootvoet en twee voor consumptie. De driehoekjes geven het veldje aan, met de tussenruimte en de vier knollen op consumptieafstand van 30 centimeter. En 6 knollen pootgoed op dichtere plantafstand van 18 centimeter. Zo komt het dan te liggen. En regelmatig een stukje aanaden om uitdroging te voorkomen. De tweedejaars 8 knollen per kloon, 4 voor pootgoed en 4 voor consumptie. Deze zet ik op 20 centimeter met een tussenruimte van 40 centimeter, zodat ze gemiddeld 30 centimeter ruimte hebben. De eerstejaars, dus de knollen uit zaad van vorig jaar, gaan over één rij per populatie op 25 centimeter. Het label gaat ook in de grond als extra controle. Iedere knol is hier genetisch verschillend, met per bak dezelfde moeder en vader. Ook bewaar ik wel twijfelaars tijdens het rooien
die dan in de herkansing gaan, zoals deze knollen. Bedankt voor het kijken.